Oké. What is going on, ladies and gentlemen? Glad that you're watching to a brand new vlog of mine. En oh mijn god, alweer waren spreken Engels. In ieder geval, jongens en meisjes, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Mijn naam is Alwin. En vandaag wordt een super relaxte dag. Hey, maar Alwin, ga je ons nog uitleggen waarom? Jazeker, dat ga ik nu even uitleggen. Ik ga namelijk vandaag met een paar fans van mij schaatsen. En dan zal je denken, Alwin, heb je fans? In ieder geval, het zijn ja niet echt fans zoals je van Justin Bieber kent of van Enzo Knol. Het zijn gewoon... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het zijn eigenlijk zeg maar mensen die mijn video's bekijken. Die mij als persoon zijn heel leuk vinden. Maar ook gewoon mijn video's echt leuk vinden. Dus ik noem het echt zeg maar ook vrienden. Maar ook een beetje fans. In ieder geval, ik heb er super veel zin in. Want wij gaan namelijk schaatsen. Ik ga nog niet te veel verklappen. Want dat vind ik het niet meer leuk om de verrassing eraan in te houden. Ik moet dadelijk naar Duitsland rijden. Dat is het enige wat ik weet. Daar komen ze mij halen. Ik weet niet hoe dat zit. Ik hoop dat ze mij komen halen. In ieder geval, ik zoek het wel een beetje uit. Ik ken mezelf erin. Ik zoek altijd alles uit. Mijn Duits is echt helemaal niet goed. Dus dan wordt het Engels. Oké, ik dacht dat dit dus een broek vergeten was. Voor te wisselen daar als ik ga schaatsen. Of ik heb nu gewoon een jeansbroek aan. Maar die heb ik dus ook gewoon bij. Ik ga nu richting de auto. Dan rij ik richting het tankstation. En dan ga ik beginnen met de rit. Let's go. Ik heb geen navigatie bij. Dus dat wordt wel een hele moeilijke klus. Om het zomaar te vinden. Maar ja, Alwin be like. Hij komt overal op zijn plek. Gedaan, ik ben nou hier gewoon aangekomen. Dus easy is dat. Ik ga naar binnen. En kijk waar ik moet zijn. En ondertussen ga ik proberen voor jullie super vette beeld te maken. Met mijn GoPro. Of ja, eigenlijk van Jeroen zijn GoPro. Maar goed. Ik kan trouwens niet schaatsen. Echt niet. Dus ik zal heel veel uitgelachen worden. Zoals ik al net al zei, ik was al aangekomen. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik moet zijn. Ik weet wel, ik kan wel een paar woordjes Duits. Bijvoorbeeld eingang, is dan ingang, logisch. Maar ik was net even daar om te kijken of hun er al waren. Maar ja, ik weet niet waar we nou zijn. We nemen hun telefoon ook niet op. Goed zo. Dus ik weet echt niet waar ik moet zijn. Ik ga gewoon naar de ingang en ik kijk wel. What the fuck? Ik ben zo fucking lijp aan het worden. Die mensen kunnen geen fuck Engels. Ik snap niet wat er met Duitsers is. Duits is zo fucking lelijk. Ik moet gewoon gaan schaatsen. Die mensen begrijpen mij niet. En ik kan ook gewoon Engels, hè. Nou, het is dus toch gelukt. Ik was hier gewoon, ik was hier rustig aan bij het hek aan het wachten. En ik zag toevallig Anouk online keer niet voorbij schaatsen. Dus ik dacht, oh, ik kan keihard roepen. En ik was aan het roepen. Dat hoorde mij niet, omdat daar zo'n ding was. Maar in ieder geval, zij komt nu naar de kassa. Ik ga naar de kassa. En dan ga ik schaatsen. Klaar. Get in the leds, fuck off! Yeah! Ik kan. Oh, ik kan echt voor je mee te gaan, jongen. Kijk dit. Ik heb moeite om mijn binnen te staan. Kijk dan. Hij pakt er echt helemaal niks. Oh, hoe gaat het? Maar niet echt goed. Duimpje! Moet je vertellen? Ik kan echt niet schaatsen. Ik kan echt niet schaatsen. De eerste keer dat ik op staat kwam, als je net was Owen nou echt pech had, was camera nou echt helemaal kapot. Ja, want ik viel net al fucking hard op mijn backboard, hè. Schaatsen is echt niet mijn ding. What the fuck ben jij, die niet leuk. Hij heeft de overkant gehaald, hè, jongens. Ik heb over die kant en deze kant gehaald, hè. Oh, Alles Owen. Holy shit. Owen, jongen, holy shit. Maat. Hoe kan het? Daar gaat hij al. Doe even normaal, doe gewoon normaal. Holy shit. Ondertussen zijn Jeroen en ik even van camera veranderen. Even aan. Want ik heb nou mijn Canon als vlogcamera. Alleen als ik in zou vallen, dan is ze gelijk naar de tele. Ja, deze. Dit is een echte actioncamera. Hoe zit het dan, jongens? Terug voor het schaatsen. Ik moet zeggen, het is niet echt goed gekeurd. Ik ben niet echt een schaatser van nature. Ik heb wel fucking veel pijn aan mijn rechter. En moet je even kijken wat voor kolonnen het zijn hier. Maatje 49. Holy shit, 49 jongens. Daar kan je echt gewoon oceaan mee overvaren met een paar vluchtelingen bij.
Hoofdje. Ondertussen ben ik er buiten gekomen. Ik heb net even mijn schaatsen hier gewoon neergekleurd. Ik zit er langs de eerste eindbazen. Ik ben trouwens fucking goed kunnen schaatsen. Ik had nooit verwacht dat ik de enige was die zo slecht was. Nou. Maar ja, dat is wel eenmaal zo. Ik ben hier trouwens fucking schaatsbaan. Ik zal even een closer look geven. Dit is een schaatsbaan. Dit zijn allemaal fucking goede schaatsers. Holy shit. Fuck you! Ik word gewoon straal genegeerd. Holy shit! Hallo? Yeah! Nou, in ieder geval jongens, staat er erop. Samen met de meneer die mijn ID net teruggegeven heeft. Ik moet even opletten voor de deur. En we gaan erop. Vorige keer toen we samen aan het eten waren, zaten we in de donders in Utrecht. Oh ja, dat is Utrecht centraal. Ja, van Justin. Shout out to Justin. Hey mami. Hey mami. Hey mami. Hey mami, you sexy. Hey mami, you sexy. Hey mami, you sexy. Hey mami, you beautiful. 250 euro. Maar oh, gelukkig. Neem je pas terug. Doekoes. En wacht op je geld. Doekoe. Komt ie? 3, 2, 1, let's go! Hoeveel heb je afgehaald dan? 250 euro. Echt niet? 20. Ah, she is gone.